Yo beste volgers, het is je boy Jermaine Bruijsma van Emmy Nutrition. Mijn broer Mo Bicep heeft gisteren met Sofiane Adjani een nieuwe vlog opgenomen. Vergeet hem niet te Rustig, ademen en overnieuw. Ja, we gaan weer door. Take two. Oh, wacht. Ga door gewoon. Ik ga dit knippen gewoon, jongen. Yo beste volgers, het is je boy Jermaine Bruijsma van Emmy Nutrition. Gisteren heeft mijn broer Mo Bicep samen met Sofiane Adjani een nieuwe vlog opgenomen. Helaas was ik er niet bij, maar vergeet hem niet te bekijken, te liken en te abonneren. En als je wil dat ik de volgende keer erbij ben, hè? Wat weten? Volgende keer ben ik erbij! Welkom allemaal weer bij een gloednieuwe video. Vandaag kreeg ik een spontane berichtje van mijn brada Sofiane Adjani. Hij zegt, Mo Bicep, heb je vandaag tijd om te trainen? De laatste keer dat ik met hem een video heb opgenomen, dat is misschien een jaartje geleden. En dat is ook denk ik de laatste keer dat die jongen heeft getraind. Maar vandaag gaan we hem even aan de tand voelen. Hij stuurt mij een bericht van, ik wil vandaag misschien langs je komen om samen te trainen. Kan je? Jazeker broeder, hoe laat wil je komen? Want moet het wel van tevoren weten. Rond 8 uur, of is dat wat te laat? Ik vertrek vanuit Antwerpen. Zorg dat je hier dan om 8:30 bent. Nou broeder, ik ga je iets verklappen. Vandaag ga je zien wat echt trainen is. Dit is de Mo Bicep Gym. En hier nemen we alles serieus. Ik hoop dat jullie van deze video gaan genieten. En gaan kijken wat mijn brother Sofiane Adjani vandaag gaat doen. Deze man ga ik vandaag killen, papa. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog bij mij, occasions. Jij ziet toch ook, wij blijven trainen. Wij zijn beesten, mijn occasion. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog bij mij, occasions. Voor de mensen die nog niet weten wat Mo Bicep Gym is. Kijk, dit is Mo Bicep Gym, man. Hier slopen wij elke dag en hier maak ik dagelijkse video's. Om mijn matties allemaal te motiveren, om mijn volgers allemaal te motiveren. Maar vandaag gaan we iets anders doen. Vandaag gaan we mijn brada Sofiane Adjani eventjes slopen hier, man. Een dikke shout-out sowieso naar mijn brada Sofiane Adjani. Het is vandaag niet zo echt lekker weer. Ik ga eventjes snel eerst naar huis toe. Eerst eventjes bidden. En dan komen we terug naar de zaak toe, mijn bradas. Kijk, rappen en zingen, dat kent hij allemaal wel, mijn brada. Maar vandaag wordt het echt slopen, brada. Vorige keer was het gewoon even een vlog opnemen, gewoon even chillen. Maar nu, ai. Check deze. De laatste dagen is het echt geen lekker weer, man. Alleen maar regen en koud. Brrr, koude tijden. En mooi, daarom zijn we elke dag lekker in de gym te vinden. Motivatie sowieso ten alle tijden omhoog. Vooral de laatste dagen, ik ben bezig met een nieuwe documentaire. Inshallah, die gaat over kleine 2,5 maandjes, 3 maandjes, ben ik er klaar mee. En ja, dan ga ik me online gooien voor jullie. En dan ga ik jullie laten zien hoe mijn bicep van 105 kilo en 17,2% vetmassa naar puntje gaat. Ik hoop dat jullie die documentaire sowieso leuk gaan vinden. Maar vandaag gaan we eerst slopen met mijn brada Sofiane Adjani. Deze man ga ik vandaag... Je gaat spijt krijgen dat je naar Breda bent gekomen, brada. Ciao! Mensen zeggen dat ik hun motivatie ben, maar jullie vergeten, jullie zijn ook mijn motivatie. Want jullie sturen mij dagelijks berichten van, Mo Bicep, je motiveert mij en dit en dat. Als jullie mij geen bericht zouden sturen, voor wie zou ik dan video's moeten maken? Kijk, natuurlijk trainde ik ook altijd al, zonder camera. Maar nu met camera doe ik het niet alleen voor mezelf, maar ook voor jullie, man. En daarom een dikke shout-out naar al mijn volgers die mij volgen. En geloof me, er gaan heel veel acties online komen in de toekomst. En ik ga heel veel kortingen doen. En ik ga heel veel mensen blij maken met MB Nutrition. Want wij delen. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En wij kunnen heel goed delen. Dat is wat wij hebben geleerd op school, papa. En niet alleen op school, maar dat heb ik van mijn ouders geleerd. Mijn ouders waren altijd personen die heel veel deden delen. En daarom hebben zij ook heel veel vermenigvuldigd. En dat is wat we doen. Delen, papa. Ciao. En we zijn omgekleed, zoals jullie zien. Ik heb even andere kleren aangedaan. Nu ben ik weer onderweg naar de sportschool. Gaan we even lekker gymmen. Maar eerst ga ik even 2 matjes van mij trainen. En daarna komt mijn broeder Sofiane Adjani. En die ga ik vandaag sowieso kantelen vandaag. Ik ga die man even laten zien dat hij weer moet beginnen, man. Kijk, als je rapper bent, je weet toch, je moet ook een beetje sportief blijven, snap je? Niet alleen maar chillen. Ik begrijp wel dat je alleen maar in de nacht leeft. Maar je moet proberen ook sportief te blijven, snap je? Maakt niet uit wat je doet. Probeer sportief te blijven, bradas. Wat zei je? En penetration, papa! Ja. Ik kan ook eens gewoon stiekem aan trainen. Kom nou voor het pruwekruid halen en dan... Wat kom je halen? Gaan we deze doen, Nivels. Wat kom je halen? Pruwekruid. Pruwekruid, pre-workout, broer. Broer. Pre-workout. Pre-workout.
Pre-work-out. Waar kom pre-work uithalen? Smago, hier. Een dikke shout-out naar Smago. Ga je mee shaken met M Nutrition? Ja, toch, brada. Deze moet je hebben, deze. Pre-workout van Boos, brada. Van Boos, papa, ja. Dat is handelen, maat? Dat is handelen. Een dikke shout-out naar Smago, papa. Dikke shout-out naar Prep de Food, man. We zien het. Ai. Daar is hij dan eindelijk, jongens. Heel tijd wachten. Gaat hem duur komen te staan, jongen. Nou is hij nog aan het praten, aan het lachen. Hij nog niet, ik ga hem slopen. Ah, mannen denken dat ze vandaag gaan chillen. Hey. Wacht, maar dan gaan we niet chillen. Ik zie die camera, ik ben haar aan het doen. Broer, ik wil deze op jou doen, broer. Ik wil mijn camera pakken en op jou komen. Deze mensen met de dwingen om te gaan trainen, broer. Nee. Je moet bij mezelf komen. Die klik moet je. Luister. Morgen? Nee, dat bestaat niet. Ik ben gekomen voor jou. Nee. We gaan trainen. Nee, broer, ik ben gekomen voor jou. Dit is bewijs van liefde, broer. Ja? Morgen kom ik terug langs en gaan we samen trainen met iedereen. Maar dat kan niet. Al dit trainen. We moeten met twee. Nee, broer. We moeten met twee trainen, bro. Dat hebben we al samen gedaan. Maar dat gaat niet, broer. We moeten met twee. Lucia, broer. We gaan met iedereen trainen. Maar wat gaan we nou doen dan? Alles wat jij wilt en wat de trainer wil. Wakkelen. Oké, trainen. Doe mee. Je zegt hakkelen. Trainen. Mee het leger van jou. Oké, trainen. Jij bent onze... Trainen. Ik wil trainen. Zeg, ik wil gaan trainen. Bro. Prammetje, Mathieu. Wat moeten we vandaag gaan doen? Moreno. Oké, wat is Moreno? Oké, wat gaan we doen? Trainen, bro. Holla baza, ik kan praten. Dat zijn ze, bro. Eén dikke shirt naar mijn brother Moreno. Waar gaan jullie laten zien? Waar gaan de gym slopen? Niet even praten, nee. Ciao. Voordat we gaan beginnen met trainen, jullie weten de ultieme pre-workout van MB Nutrition. Weinig pre-workouts die tegen deze op kunnen. Echt, maar dan moet je echt in de race komen om tegen Mopisap op te kunnen gaan. Hé, brother, dit is MB Nutrition. We praten niet te veel, maar we shaken, papa. Kom dichterbij, even. Ik ga jullie laten zien hoe we vandaag met mijn brother Soufiane en Diani de gym gaan slopen. Dit is niet alleen praten of chillen of wat dan ook. Dit is letterlijk echt slopen. Niet even vloggen, een vlogje opnemen of wat dan ook. Als je wilt chillen, hossel moet je blijven. Go hard or go home. Dit is de ultieme pre-workout van MB Nutrition, brothers. Ga maar eens, bradertje, hij is toch aan het omkleden. Ik ga nog één schepje, niet één schepje, klein beetje extra zetten. Want hij is moe. Ik ga een schepje extra zetten, bradas. Komt ie. Hij mag het niet zien, je weet toch? Eén schepje extra. Jullie moeten dat niet nadoen. Gewoon, kijk, wat hier staat, dat moet je pakken. Maar als hier staat één schep. Nee, twee, maar ken ik twee? Nee, staat één, is één schep. Zal ik? Ga jullie laten zien wat we met mijn brader gaan doen. Ga vandaag gewoon maximaal, we gaan niet te veel praten. Zo! Waar ben je? Kast is gekomen, brada. Dit is de ultieme pre-workout. Deze ken je nog? Hè? Dit is de ultieme pre-workout van MB Nutrition, brada. Deze gaat je vandaag wakker maken. Kom, laten we gelijk eerst warm up. Fucking niet. 5 minuutjes. Deze man kan ik niet bijhouden, jongens. Bismillah. Ah. Drink me helemaal op, brada. We beginnen met een warm upje. Gewoon lekker tranquille beginnen. En dan naar alleen gas, linkerbaan, gas, papa! Pakken, brada. Hè? Lang geleden dat we samen gingen trainen, hè? Zo, ik hoor je niet, wat zei je? Los nog, hé. Wat zei je? Ah, tranquille. Ja, hoeveel zijn we nou? Ja, dat is genoeg, hoor. Tien nog, half minuutje, ja? Hier heb ik het gemaakt. Ai.
niet hard genoeg aan het trainen, want hij kan nog rappen. Oké, volgende oefening, papa. We moeten slopen, papa. Neem maar op lucht en blaas uit. Heel goed, neem maar op lucht en slopen die schouders. Hoe lang denk je moet aankomen? Maar wie zegt, welke manier zou hem kunnen aankomen? Deze man? Ja. McDonald's? Poulet-shakes? Nee, man, nee, nee. Spijtjes, nee, nee, nee. Kijk, het belangrijkste, brother, is voeding. Voeding is het allerbelangrijkste. En na die voeding, brother, ga je mee shaken met MB Nutrition, papa. Hey, 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 mijn brother gaat ook aan de MB Nutrition. Kijk, nee, jij hebt die nodig. Kijk, daar onderin. Die krijg je zo meteen van mij mee. 3 kilo pot, weekenders om aan te komen. Die pak je 3 keer per dag. Savé? Ga je kast horen? Inshallah. Inshallah. Een dikke shout-out naar deze strijder, deze broeder uit Anvers City. Vertel me, wat moet hij nog meer doen? Wat ga jij doen? Je praat over dat hij moet aankomen. Wekelijks ga ik trainen. Inshallah. Of hij nou hier komt of daar blijft. Ben je welkom? Elke week? Elke week? Je bent 3 keer per week welkom, mijn broeder. Jongen, je bent altijd welkom, mijn broeder. Oké, broer, dan gaan we wekelijks hier. Inshallah. Met Moreno, kom naar hier toe. Moreno, ben je ook hier? Maar volgende keer ga je mee trainen, Brad, hè? De volgende schild hebben. Hé, hey, je belofte maakt schild, die horen het. De volgende clip speelt hij. Mooi, we gaan niet te veel praten, we moeten er gewoon goed uitzien. Hé, de volgende clip. Hé, we gaan weer wat expose hier. Wat gaan we... Wat gebeurt? Wacht, welke volgende clip? Wat gaat er gebeuren, nee? Stel die mannen nu. Hé, mannen zijn bezig met een nieuwe clip. Fuck, nee. Hey. Jullie horen het, de volgende clip gaat Moreno daar ook met zijn gekke chest naar voren lopen. Dus hou het in de gaten, een dikke shout naar deze broeders. Vandaag hebben we een leuk sessietje gezet met mijn broeder Sufjan Diani. Hij is nu weer voor aan het relaxen. Ik ben even een eiwitshake van hem aan het maken. Natuurlijk van MB Nutrition, de whey protein. Belangrijk naar het trainen voor je spierstel en spiergroei. Ik heb er lekker wat fruit tussen gedaan voor mijn broeders. Nu gaan we lekker even proosten met een eiwitshake. En nog een Moroccan steetje, mijn broeders. Bismillah. Je schoen hier, shit, dik. Dit is belangrijk. Heb je goed getraind? Ja. Zeg maar, broeder. Max. Bismillah. En dit is voor mijn broeder Moreno. Vanaf volgende week, inshallah, ook aanwezig. Inshallah. Hier komen alleen mijn broeders trainen voor. Hier kunnen niet zomaar mensen komen trainen voor. Hier komen alleen mijn eigen matties en broeders trainen. Broeders, hier kan je niet inschrijven. Hier kan je niet komen van een mobiel, heb ik nergens. Alleen brothers. Op een dag. Inshallah. Gaan we inshallah landelijk. Oh, nog biceps samen van deze zaak. Inshallah. Allah, bro, wacht maar. En dan zullen mensen u wel. Dan pas gaan mensen. Inshallah, bro. Wacht maar. Hey, Allah. Eén teken, shout out, mijn brother Souf. Mijn brother Souf. Broer, kom het vandaag. Jij dacht gewoon vandaag gaat trainen. Broer, ik was wakker. Ik dacht aan jou, bro. Heel simpel. Ik dacht van, kijk, weet je. Ik voel mezelf niet zo fit. Ik kom terug beginnen met trainen. Wie ken ik? Mobisse. En die man is er mee bezig, dag en nacht. Ik kreeg je op rust binnen. Ik dacht... Jij motiveert een mens, broer. Ja. Op het moment dat ik naar jouw Insta verhaal kijk, broer. Elke fucking dag, ochtend, middag en nacht ben je actief bezig. Ja, dat train. Dat motiveert een mens zonder dat je dat beseft, broer. We staan achter een scherm, we kijken naar u. We denken aan het trainen ook. Ja, en hoe lang ik daarom kwam ik direct op u en dacht ik van... Oké, wanneer gaan we weer trainen? Wanneer terug? Wekelijks, 2-3 maal. En ja. Vandaag is het dinsdag, we gaan voor... Vrijdag? Ola, vrijdag. Tjaalda? Zeker. Ben jij hier? Bro, ik ben elke dag hier. Dat is okay, goed thuis, man. Ik ga die afstand van Antwerpen tot hier afleggen, Breda. En we gaan trainen. Tjaalda. Een dikke shout naar mijn broeder Soufiane. Hij heeft vandaag tijd voor mij gemaakt. We hebben tijd voor elkaar gemaakt om een goede sessie te zetten. We hebben alhamdulillah goed getraind. Het was de eerste training. Mijn broeder, zoals jullie eens horen, vrijdag inshallah komt hij terug. Dan gaan we nog een sessie zetten. Maar dan gaan we lower body trainen. Dat wil zeggen die benen. En zaterdag gaan jullie hem niet zien lopen, want jullie weten het. Nee, we skip leg day. En Sunday, Een dikke shout naar Brad Soufian. Hola, Bas Ali, thanks voor je tijd. Een dikke shout naar deze broeder. Moreno, Bas Ali. Hey, vrijdag, wat doe je vrijdag? Trainen, broer. Zeker. Zo hier, lekker. Die vlog komt morgen, inshallah. Ja, vrijdag ben je hier, hè? Ik ben hier, broer. Jullie horen het. Als jullie vrijdag op mijn Snapchat, Mo Bicep Double P, niet zien dat deze brothers hier zijn, als jullie tegenkomen. Hij moet hem gelijk gooien, met water. Gelijk met water over heen gooien. Een dikke shout naar deze broeders. Het was weer een leuke dagje. En dit is gewoon een spontane vlog wat we ineens hebben opgenomen. Bro, laatste woordje voor die mannen daar. Die moeten ook hier gaan trainen. Hij moet ook gaan trainen. Ja, deze man sowieso, man. Oh, wacht, die welke man? Van Antwerpen? Ook nog deze man, mijn kleine broertje Walid. Ai. Kom eens, joh.
Ja, dan trek je camera vast. Broer, jij moet ook beginnen met rijden. Hoela, vrijdag? Ja toch? Vrijdag met jou. Broer, ik pak zelfs trainen mee van Antwerpen. Ja? Neem ze mee. Hoela? Wallah, we zijn hier. We zijn hier, bro. Een dikke shout-out naar Anvers City, papa. En vergeet natuurlijk niet te liken, te delen, te abonneren. En wij zijn daar. Ciao. Hey, 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 mijn brada's gaan mee shaken. Dit is voor mijn brada, de eiwitten shake. Pre-workout en een vet bunnetje. Weight gainer en pre-workout voor deze broeder. Gaat ook mee shaken met MB Nutrition. In zijn kast, inshallah. En fuck it dan zo. Hè? Hij gaat bijkomen, broer. Ik ga afvallen. Inshallah. Ik kom in spieren. Maar hoe lang geef je jezelf? Je moet jezelf uitdaging geven, brada. Ik geef mezelf, broer, normaal gezien 3 weken. Drie? Nee, nee, dat is te weinig, broer. Te weinig? Als je, twee maanden. Als je zo traint, net zoals je nou trainde, inshallah, dan gaat het wel lukken, mijn broeder. Inshallah. Even kijken hoe je nou eruit ziet. De volgende keer, broer, ga ik er goed uitzien. En jullie kunnen er ook goed gaan uitzien, dames en heren. Bicep, papa, MB, nutrition. Ai, 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 ai. Ik ga zelf beginnen, resultaat zien. Inshallah, man. Mijn Insta en zijn Insta. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog bij mij, occasions. Jij ziet toch ook, wij blijven trainen. Wij zijn beesten, mijn occasions. Prijzen zijn laag bij mij, occasions. Eiwitten hoog.